Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Over een paar dagen is het zover. Iedereen kan het vuurwerk halen in België, Duitsland en in Nederland. En dat gaat ook weer gepaard met een hele hoop risico's wat er kan gebeuren met betrekking tot het overtreden van de regels. In deze video wil ik jullie even een aantal tips geven en een aantal verhalen vertellen over wat er bij ons is gebeurd met huiszoekingen, het in beslag nemen van vuurwerk en hoe we dat hadden kunnen voorkomen. Vorig jaar heb ik ook een soortgelijke video gemaakt, maar dat ging meer over huiszoekingen. Nu wil ik het even hebben over inbeslagname van vuurwerk en ook de huiszoekingen die daaraan vooraf of achteraf gaan. Over een paar dagen kan iedereen het vuurwerk weer in handen hebben. Maximaal 25 kilo uiteraard en het moet voldoen aan de Nederlandse wet. Wat daar dus gevaarlijk aan is, is dat 25 kilo heel weinig is. Die 25 kilo regel is gewoon een regel nog uit de tijd dat je rotjes had en babypijlen. En dan was het heel erg moeilijk om over die 25 kilo heen te gaan. Want die dingen die wogen gewoon niks. Tegenwoordig heb je compounds en 500 grammers. Waardoor als je dus bijvoorbeeld één compound hebt, je eigenlijk niet eens meer een pakje Thunderkings mag hebben, weet je wel. Want dan kan je dus politie over de vloer krijgen en dan ben je dus de shark. Net als bij ons inderdaad, een paar jaar geleden, politie belde aan en we hadden vuurwerk thuis liggen, volgens hun. Dus dan kwam er een huiszoeking en ik wil jullie even de tip geven, want jullie kunnen ook wel eens op social media iets zetten of je buren die verlinken jullie, want dat gebeurt ook vaak. Je bent aan het in- en uitladen, de 28e, en een van je buurvrouwen die denkt dat is allemaal illegaal vuurwerk, want het ziet er allemaal heel erg zwaar en illegaal uit. Vervolgens komt de politie en dan heb je bijvoorbeeld 30 kilo legaal vuurwerk en dan nemen ze alles mee en dan ben je dus de sjaak, taakstraf, strafblad. Alleen maar om legaal vuurwerk wat hier gewoon te koop is. Dat is dus ook bij ons gebeurd. Niet dat het in beslag is genomen, alleen wel iemand in onze omgeving. Ik weet wie het is. Ik heb dat vorig jaar ook al uitgelegd. Een paar jaar geleden was het 270 kilo in Delft in beslag genomen. 270 kilo legaal Nederlands vuurwerk. En ja, dat is natuurlijk te veel volgens de wet, zeker. Bijna ja, meer dan 10 keer te veel. Alleen als je bijvoorbeeld bedenkt dat veel compounds toen de tijd nog 60 kilo waren, bijvoorbeeld de King of Town, dan zijn het eigenlijk maar 3 of 4 hele grote compounds. Maar in ieder geval, hier is in 2019 dus ook al een paar keer aangebeld, omdat wij toen nog lieten, wij gaven toen nog de aanleiding aan de politie dat we misschien inderdaad illegaal vuurwerk hadden of te veel. Dat kwam door die unboxings in het buitenland, want we deden die altijd in het buitenland of foto's van illegaal vuurwerk plaatsen. Dat doen we allemaal niet meer. Sterker nog, we hebben nooit meer vuurwerk in Nederland gehad na 2018, wat hier niet mag. Nog sterker nog, waar ik jullie ook even een tip over wil geven. Een paar jaar geleden zijn de Thunderkings en de vuurpijlen en het knalvuurwerk verboden in Nederland. Kijk daarmee uit, jongens, want ik heb toen een keer gezegd van wij slaan heel veel Thunderkings in, want ze gaan verboden worden en dan hebben we de komende jaren nog voorraad. Kijk daarmee uit. Want als er een keer huiszoeking komt omdat jullie bijvoorbeeld de 28ste aan het uitladen zijn en je buurvrouw die verlinkt je en ze vinden hier dus een pakje Thunderkings van een paar jaar geleden, dan ben je dus alles kwijt sowieso, al is het onder de 25 kilo. En dan worden die Thunderkings gezien als illegaal vuurwerk en word je ook berecht als illegaal vuurwerk. Hoe triest het ook is, wij hebben zelf ook niks meer liggen wat niet mag van die Thunderkings, die single shots. Ook geen knalvuurwerk meer, omdat het risico wat we daarmee lopen gewoon te groot is. We hebben allemaal banen en ook een koophuis. En dat wil je niet op het spel zetten voor een paar pakjes Thunderkings, weet je wel. Dus kijk daar in ieder geval mee uit, want dat mag je dus niet in je bezit meer hebben. En je komt dus niet weg met de reden van, ik moet nog even de restjes opstoken. Daar kom je dus niet mee weg, ze pakken het gewoon en je bent het dus kwijt. Tuurlijk zijn er ook chille agenten die zeggen, ja, dat zien we door de vingers. Maar geloof me, de laatste jaren zitten ze veel meer op die regelgeving. Ze zeiden in de video van die collega's van ons op YouTube dat ze geen prioriteit geven aan bijvoorbeeld de 25 kilo regel. Dat is absoluut niet het geval. Ze leggen daar wel degelijk prioriteit steeds meer op ieder jaar. Want tegenwoordig mag je dus niet eens meer bij een vuurwerkwinkel, als je meer dan 25 kilo hebt, in je eentje het vuurwerk halen. Dan vragen ze echt dat je met meerdere personen moet komen. Omdat er echt controleurs zijn die daarop handhaven bij de winkeliers. Dus we gaan het dit jaar veel meer zien dat als jij bijvoorbeeld 60 kilo vuurwerk hebt besteld, dat ze echt willen dat je met 4 mensen komt halen. Omdat er gewoon een controle op kan zijn
vanuit de inspectie richting die winkels. Dus dat gaan we steeds meer zien. Terwijl ja, een paar jaar geleden handhaafden ze daar inderdaad helemaal niet op die kilo's. Waren ze eerder bezig met illegaal. Dus ook voor ons geldt dat. Het volgende punt wat ik jullie ook nog even wil vertellen, jongens, is een huiszoeking. Ik heb dat al vaker gezegd. Als de politie een keer aan je deur staat, omdat je dus bijvoorbeeld wat hebt uitgeladen of op social media hebt gezet, dan moeten ze altijd een huiszoekingsbevel kunnen laten zien. Een huiszoekingsbevel komt eigenlijk in de meeste gevallen van vuurwerk voor. Dan mogen ze alleen rondkijken in je huis. Dus ze mogen niks opentrekken of aan dingen komen. Ze mogen alleen rondkijken en vragen of je iets wil openen. Dus hou daar rekening mee. En bij een huisdoorzoekingsbevel, en die komt eigenlijk alleen maar voor bij wapens, terroristische motieven of ja, echt zware handel in illegaal vuurwerk. Ja, dan mogen ze echt alles opentrekken, overhoop halen om maar te vinden waarvan zij verdenken wat je hebt. Dus altijd even dat bevel vragen mochten ze bij jou aan de deur staan een keer. Want je moet gewoon weten wat je rechten zijn, aangezien ze bij ons ook wel eens waren geweest. 3 keer in 2019 bijvoorbeeld in december, door die video's. En dan trekken ze gewoon ja, toch kastjes open terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet mogen. Ik weet dat vuurwerk een soort van een stoer macho gevoel met zich meebrengt. Nodigt altijd voor een paar mensen uit om te stunten met vuurwerk. Dus ik wil jullie allemaal vragen, ga netjes met vuurwerk om. Maak geen dingen kapot wat niet van jou is. En dan moet het allemaal goed komen. Ik ga er ook vanuit dat jullie dat allemaal doen. De mensen die onze video's kijken. En tuurlijk, hè, ik bedoel, een keer een stuntje is niet erg. Zo zijn we allemaal op de heksenkringen gekomen vroeger. Of een tunneking half schuin. Over de weg als er maar niemand is. Dat vind ik zelf persoonlijk helemaal niet erg. Maar je moet geen dingen gaan slopen of naar dieren gaan gooien. Doe dat allemaal niet, jongens. Hou die vuurwerktraditie op die manier in stand. Verder wat ik wil vertellen, jongens, is het feit dat wij allemaal vaak van de weg worden geplukt. Zoals Ruben ook vertelt. Want Ruben had laatst een video geüpload met dat zijn bus wordt gecontroleerd. Ja, dat is bij hem niet. Het is niet alleen bij hem natuurlijk. Bij ons gebeurt dat ook. Ik zet dat alleen niet in beeld of ik film dat. Omdat ik mijn privé situatie niet op camera wil brengen. Dus ik ben met mensen die ik niet op beeld wil brengen. En ik ben vaak, als ik in mijn privé situatie ben, ben ik niet bezig met video's. Alleen het gebeurt regelmatig dat ook wij met gewoon een normale auto van de weg worden geplukt. Dan vragen ze om je rijbewijs, kentekenbewijs en zogenaamd daarna ineens, ja, mogen we toch even in de achterbak kijken. Ja, weet je, dat gebeurt ook bij ons. En dat komt gewoon omdat wij gewoon de aanleiding kennelijk geven om in die auto's te gaan kijken. Al vind ik inderdaad dat Ruben zeker een punt heeft, want waar stopt het dan, weet je wel? Dat stukje controle en altijd maar in de auto's kunnen kijken zonder aanleiding, want er is eigenlijk geen aanleiding. Dat is eigenlijk gewoon puur op het feit dat je een YouTube-kanaal hebt met vuurwerk, dat ze altijd maar in je auto mogen kijken. Ik ben het daar ook niet mee eens zoals Ruben. Ik vind het echt te bizar voor woorden. Kijk, als je nou een pijltje uit je, een pijlenstok in je auto hebt en ze zien dat, dan snap ik dat ze in je auto willen kijken. Maar als je gewoon normaal rijdt, dan snap ik echt niet waarom ze willen kijken. Alleen bij ons gebeurt het dus ook. Alleen breng ik het niet op beeld. Het gebeurt massaal. Dus weet in ieder geval dat het YouTube kanaal van vuurwerk heel veel met zich meebrengt qua inleveren van ja, dat soort dingen. Want wij kunnen ook geen illegaal stukje vuurwerk meer stoken in Nederland. Want de kans dat er een keer politie is, is heel groot. Ze zijn bij ons in ieder geval de afgelopen jaren niet geweest. Dat komt echt omdat wij niet de aanleiding geven dat ze hier langs moeten komen. Al weet ik wel dat ze zeker nog wel langs gaan komen. Dus daarom ben ik op mijn hoede. Zou ik nooit meer dan 25 kilo hebben. En nog even terug te komen op die 25 kilo regel. Ook daar is heel veel onduidelijk over. En vooral bij de mensen die een beetje nu pas inschakelen in de video's. Het is dus 25 kilo letterlijk dat als jij een cake op de weegschaal zet, dan is dat bijvoorbeeld 1 kilo. Nou, dat mag dan 25 keer. Dus als jij bijvoorbeeld in Duitsland bent geweest, dan zet ze alles op een weegschaal neer. En dan moet je echt gaan kijken naar hoeveel kilo dat is. Want daar handhaven ze dus wel degelijk op. Ik had het er net even over die illegale tunnekings die een paar jaar geleden hier gewoon nog te koop waren. Zal ik nu even een foto van in beeld brengen. Met het bewijs dat ze echt daarop aan het handhaven zijn. Het is namelijk een artikel die een paar dagen geleden online kwam. En dat is dat 14 kilo illegaal vuurwerk gevonden was in een woning in Drimmelen. Nou, op de foto zien jullie voornamelijk single shots. Wel op een plateau of op een soort van houten ding. Waarvan het vermoeden wordt gewekt natuurlijk dat het zelfvervaardiging is van vuurwerk. Alleen dat staat er niet. Er staat in het artikel illegaal vuurwerk gevonden. Dat zijn alleen maar tunnekings die je ziet. Die een paar jaar geleden volgens mij gewoon nog verkocht werden in Nederland.
En sterker nog, in 2018 werden gewoon nog CAT3 tunnelings verkocht, hè, zoals de Sonnets en zo. Alleen ook die, als je dus hebt, word je gewoon berecht onder het zwaarste stuk illegaal vuurwerk. Ook Romeinse kaarsen, wat niet eens geluid maakt, wordt gezien als illegaal vuurwerk. Ik ken zelfs iemand die €400 boete heeft gehad en een strafblad, een taakstraf erbij, omdat hij Romeinse kaarsen thuis had liggen van een paar jaar geleden. Dus ik wil jullie allemaal massaal even de vraag stellen, om aan jezelf te stellen die vraag. Is het de moeite waard om die Romeinse kaarsen en tunnekings thuis te hebben? Of vuurpijlen, ten opzichte van wat ermee kan gebeuren? Want ik zou echt overwegen om die dingen weg te doen. Omdat als ze toevallig aan je deur staan, omdat de politie heeft gezien dat jij heel veel vuurwerk hebt gekocht bij de intratuin of zo, bij de plaatselijke intratuin, dan kan je dus de sjaak zijn. Dus jongens, ik heb een aantal goede tips denk ik gegeven in deze video. Ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal gewoon ongeschonden door de verkoopdagen komen. Ook qua stoken met oud en nieuw. Ga veilig met vuurwerk om. Heb respect voor de medemens op straat. Ik weet, het is fucking irritant als er mensen met honden rondlopen die een grote bek hebben. Dan mag je best een grote bek teruggeven, vind ik. Maar ga niet met vuurwerk lopen gooien. Of weet je, hou de eer aan jezelf. Wacht even met stoken tot ze voorbij zijn. Dan kunnen ze eigenlijk nergens omzeiken. Want met oud en nieuw mag het gewoon. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video, jongens. Ik hoop dat jullie fijne verkoopdagen hebben. Morgen om 7 uur trouwens onze livestream. We geven voor meer dan €1100 de Hyperstorm Compound weg. €1100, jongens. Morgen om 7 uur dus op YouTube. Jullie moeten er allemaal massaal bij zijn. Want het wordt echt gekkenhuis. Thanks voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.